Ik sta vandaag gewoon met twee dames die echt dan helemaal in het trainingswezen zitten. Coaching, opleiden, trainen, allerlei gave technieken. En dan ben ik ontzettend benieuwd wat jullie al doen met video. En waarvan je denkt van nou, dat gaat nou in 2017 echt een vlucht nemen. Begin ik bij jou, daar is goed. Nou, ik kom oorspronkelijk uit de uitzendwereld en dus ook uit de recruitmentsfeer. Ik ben ook trainer op persoonlijk ontwikkelingsvlak, maar ik doe ook dingen in outplacement. En daar zie je heel duidelijk dat video nu heel hot is, omdat video gebruikt wordt bij het recruiten van mensen. Dus als bedrijven gaan werven en selecteren, dan vragen ze niet meer een ouderwets cv, maar dan vragen ze eigenlijk al bij voorbaat, stuur maar een filmpje, presenteer jezelf maar en laat ons alvast een eerste indruk krijgen van jou. En daar wil ik vooral ook mensen mee helpen. Dus dat is voor mij de reden. Omdat ik vind dat ik zelf, practice what you preach, dat ik zelf toch ook wel beeldmateriaal moet kunnen laten zien. Dat ik besloten heb om zelf ook met zakelijk vloggen aan de slag te gaan. Vanuit mijn eigen bedrijf, Poortenaar Training en Coaching. En waar vlog je dan over? Maak je expertise vlogs of gewoon wat je dagelijks doet? Nou, dat is tweeledig. Ik heb besloten om aan de ene kant te laten zien wat ik zoal doe. Zodat ik ook de trainingen die ik verzorg met de methodieken die ik gebruik, waaronder Mapstijl heel hot is op het moment. Dat wil ik ook laten zien wat dat doet en wat je kunt verwachten. Maar aan de andere kant wil ik ook graag bijvoorbeeld sollicitatietips gaan geven via vlogs. Via een eigen kanaal bijvoorbeeld. Ja, klinkt heel goed. Ook jij zit in hele trainingssectie, staat vaak voor groepen. Ja. Zie jij dat video belangrijk wordt bij de mensen waar jij trainingen geeft? Of gebruik je het zelf al? Ik gebruik het nog niet veel, maar het is wel iets wat ik echt wil gaan doen. Ik denk, weet je, vorig jaar was meer het jaar van het bloggen. En ik denk zeker dat vloggen gewoon wel de toekomst is. En beeldmateriaal, beeld werkt natuurlijk gewoon heel erg. Dat zie ik wel in mijn trainingen. Ik doe ook trainingen in Mapstijl. Dus ook met beeld. Dus dat spreekt heel erg de mensen aan. En je merkt dat mensen lezen ook niet hele teksten. En beeld is gewoon makkelijker, sneller. Dus ik denk zeker dat daar toegevoegde waarde ligt. Daarnaast vind ik ook de jeugd van tegenwoordig. Zit allemaal natuurlijk met beeldmateriaal. Die zit ook niet meer te appen of whatever. Die spreken berichtjes in of die maken filmpjes. Dus ik denk als je gewoon een beetje bij de tijd wil blijven, moet je ook zeker gaan vloggen. Want de nieuwe groep komt eraan, dus dat spreekt hun ook veel meer aan. Ja. En nou, vloggen is wel zo'n trendwoord, hè, op dit moment. Iedereen vlogt, maar hoe denk je nou dat je kunt gaan onderscheiden als je een vlog maakt? Er worden er honderden per dag geplaatst op YouTube en Facebook Live en Instagram. Ja, dat is een hele goede vraag, Monique. Ik denk, daar ben ik nog niet, heb ik nog niet helemaal strategie of zo in. Maar wat ik wel, net met hoe je je netwerk legt en zo, probeer je te onderscheiden. Ook wel gewoon toch persoonlijk contact blijft belangrijk daarnaast. Dus dat je zo je doelgroep aan je blijft trekken. En ga het ervaren. Nee, dat weet ik, ja. Ik ben benieuwd of jij daar al een idee over hebt. Ja, dat heb ik. Ik denk wel dat het goed is dat je een doelgroep kiest en dat je je daar dus ook wel op focust. Maar dat je daarnaast ook vooral echt jezelf blijft. Weet je, dat je authentieke ik. En dat je het moet loslaten wat iedereen van je denkt. En of iemand het nou leuk vindt of niet. En dat je daar ook in mag groeien van jezelf. Dat heb ik met mezelf afgesproken. Want ik ben ook pas net begonnen. En er is ook nog heel veel op aan te merken. Weet ik zeker. Maar ik wil gewoon zien waar ik volgend jaar sta. En ik denk dat je daar hele mooie stappen in kan maken. Bij jou ook gezien. Nou, ik denk dat dat wel een goede samenvatting is. Weet je, blijf jezelf met vloggen. Ja. Zorg dat je authentiek bent. Ja. Zorg dat je je focust op een doelgroep en op wat je wil vertellen. Ja. En vooral ook gewoon doen. Want het is ook een beetje bij practice. Ja. Durven, lef tonen. Gewoon gaan. Ja, exact. Nou, helemaal goed. De trends voor 2017.